Zo, de auto staat er netjes klaar voor. Ik zal nog even een aflevervideootje maken. Dan gaat het wat makkelijker met de tekst en de uitleg. En aan deze kant bevindt zich dan natuurlijk het smeerkaartje wanneer de auto weer voor de service moet. Nou, zal ik hem even starten. Dan maken we het iets makkelijker, zo gezegd. Nou, aan deze kant zit dan de verlichting. Het is gewoon een kwestie van naar voren draaien en dan gaat hij ook gewoon aan. Een mistlamp voor en mistlamp achter. Die kunnen we erbij aanzetten. Mistlamp achter is natuurlijk het oranje symbooltje. Groene symbooltje is dan natuurlijk mistlamp ervoor. En die mogen natuurlijk voor bij minder dan 200 meter zicht en achter minder dan 50 meter zicht. Dus in principe zullen we ze niet zo heel veel gebruiken, zo gezegd. Nou, de andere kant dan de ruitenwisser. Eén naar beneden is gewoon de intervalstand. Nog één naar beneden is de snellere stand. En nog één is de snelste stand. En de ruitenwisser achter is een draaiknopje. En die kan ik dan inderdaad op die manier aanzetten of uit. En als ik hem doordraai, dan gaat hij ook sproeien. Sproeien voor voor is gewoon de hendel naar je toe halen. En dan gaat hij het ook voor gewoon doen. Nou, de auto is ook voorzien van elektrische ramen. Die zitten dan hier aan de zijkant. En dan is het kwestie van even naar beneden. En dan gaat hij naar beneden. En omhoog. Is ook weer omhoog. Dus dat werkt wat dat betreft ook gewoon prima. Nou, verder hier natuurlijk vorming en ventilatie. Waar willen we die ventilatie hebben? En de blower natuurlijk zelf. En die kunnen we dan natuurlijk ook inderdaad aanzetten met de airconditioning. Dus het lampje brandt, doet de airco het. Zetten we hem op 0, gaat ook de airco automatisch uit. Je hebt altijd ventilatie nodig voor de airco. Advies is om minimaal 1 keer per maand de airco te laten werken. Omdat anders de pomp vast gaat zitten en dan gaat de airco stuk van. Dus het is zeker belangrijk om de airco gewoon wel te gaan gebruiken. En dat werkt dan wat dat betreft het makkelijkst. Nou, verder natuurlijk hoe warm willen we het hebben. En natuurlijk inderdaad de centrale vergrendeling op slot en open. En dus dat werkt wat dat betreft allemaal prima. Nou, radio kwestie van even indrukken, dan gaat die aan. En ik zie dat ik nog even de radio verder even moet instellen. Dat zal ik zo eventjes doen. Dan is dat ook voor elkaar. Dus dan gaat die ook gewoon werken. Ja, dan denk ik dat ik op zich zo het meeste van de auto wel heb uitgelegd. Zijn er toch nog vragen, hoor ik het natuurlijk heel graag. Laat het dan eventjes weten. En anders zou ik voor nu alvast zeggen, hele fijne, veilige kilometers en tot morgen bij de aflevering van de auto.